Jongeren moeten zich houden aan de normen en waarden van het aflegwerk. Dit zegt voorzitter Eugène Olieberg van de aflegvereniging ELDA. Ook deze vereniging staat open voor vernieuwing en verandering binnen dit werk. Volgens Olieberg is de belangstelling onder de jongeren groot en hij stelt dat zeer op prijs. In het kader van het 70-jarig bestaan van de aflegvereniging ELDA is er een lezing en discussieavond gehouden op maandag 29 januari over veranderingen als ook de gevaren die er zijn binnen het aflegwerk. Dit alles moet uit de taboesfeer gehaald worden, geeft voorzitter Olieberg aan. Wij gaan ervan uit dat het aflegwerk is liefdewerk met risico's. En de risico's willen we voorkomen en dat is om besmet te raken. Vandaar dat we ons wapenen. Er zijn heel wat spullen daar op tafel waarmee we bezig zijn wat we aantrekken om onszelf te beschermen. Niet om anderen, maar onszelf op de eerste plaats te beschermen. Ik heb geen probleem dat jongeren zeggen, de jongeren moeten van ons overnemen. Het is niet het werk voor alleen maar ouderen. Maar de jongeren moeten zich houden aan de normen en waarden binnen deze afleggemeenschap. De lezing werd gehouden door Jules Brilster en ging over de medische ontwikkelingsprocessen bij mensen in leven en ook bij de doden. Hieraan gekoppeld was er een paneldiscussie waarbij het publiek in de gelegenheid was om ervaringen te delen. Deze avond was toegankelijk voor ingewijden in het aflegberoep en ook niet ingewijden die meer wilden weten over het werk en de dood. De Achinki zo bepaald, hij gaat er van een soort koos Achinki zitten. Ja, dat ik kan gebruiken aan jas. Aflegvereniging ELDA behoort tot een van de oudste verenigingen in Suriname. Op woensdag 31 januari was de lustrumviering van de groep. Die werd ingeluid met een dankdienst. Tot de genodigden behoorde ook de voorzitter van de Federatie van Afleggersverenigingen in Suriname, Clifton Braam. Volgens de federatievoorzitter behoort AV ELDA tot de oudste groep die goede leermeesters heeft afgeleverd voor de overige afleggersgroepen. Het is goed, kennisoverdracht, want dat is nodig. Maar het andere is dat zij het ook hebben opengesteld voor anderen, niet ingewijden in onze aflegwereld. En dat is bijzonder natuurlijk, hè? Zodat andere mensen ook een beetje kennis nemen van wat er gebeurt. Uiteraard kunnen we niet altijd helemaal in de diepte gaan, maar we kunnen wel eventjes wat laten weten. Waarom? Omdat die gemeenschap ook moet weten dat wij afleggers ook maar gewone mensen zijn. We zijn ook gewoon midden in die gemeenschap. Weet je, want soms worden wij anders aangekeken, maar het is goed wanneer we dit soort dingen doen om die taboe een beetje te doorbreken.